Thank you.
Dat was de Nederlandse première van de derde symfonie van Wolfgang Riem. Voltooid in 1977 door een toen 25 jaar jonge Duitse componist. Die het modernisme in Duitsland had doorbroken. Het bastion in Donaueschingen. Dat fameuze festival van nieuwe muziek, nieuwe noten. Omver had geholpen. En diepe indruk maakte bij de Berliner Philharmoniker toen deze derde symfonie in première ging. En onlangs trouwens opnieuw indruk maakte bij de Berliner Philharmoniker. Hij heeft er net een grote prijs voor gekregen. Inschrift 2. Hij heeft de befaamde Grawemeyer Award 2015 in de wacht gesleept. Een grote prijs, $100.000. Wolfgang Riem nu het podium op. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor. Anna Palimina, sopraan, Milenko Turk, bariton. De jonge solisten die zelfs applaudisseren voor Wolfgang Riem. En ze krijgen beide een zoen en een omhelzing. En zo ook Marco Stenz moet zien, zeg. De beer, Wolfgang Riem. Omarmt Marco Stenz en de warme handen strekt hij uit naar het Groot Omroepkoor. Concertmeester Elizabeth Perry krijgt een hand en hij wijst naar alle leden van het Radiofiel. Nou ja, de geniale warmte op twee benen. Wolfgang Riem, kunstenaar en liefhebber. Hij houdt van mensen, hij houdt van kunst. Hij houdt van de kunst in zijn totaliteit. De geschreven kunst, literatuur, dichtkunst, beeldende kunst. Hij is geboren en getogen in Karlsruhe, wat ook al zo'n centrum is van kunst. Namelijk met tentakels richting Basel en Straatsburg. De Elzas is vlakbij, het Rijnland. Zo'n oud cultuurgebied waar hij geboren en getogen is en nog steeds woont en werkt. Waar hij ook les geeft. En hij dankt, hij loopt nu de trap op. Hij dankt alle leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Hij liep langzaam door de gelederen van het Radiofiel. Hij weet heel goed hoe zwaar het is om zo'n symfonie te spelen en zo'n werk voor het publiek te verdedigen. De derde symfonie van Wolfgang Riem. Een man met een gigantisch oeuvre. Ik las net op Universal Edition, de uitgeverij die hem zijn werken publiceert, dat hij op opus nummer 378 staat. En veel van die werken worden wereldwijd uitgevoerd. Om er een paar te noemen. Gezongene Zeit, vioolconcert dat hij schreef voor Anne-Sophie Mutter. Ongelooflijk mooi stuk dat zij over de hele wereld gespeeld heeft. Zijn kameropera Jacob Lenz uit dezelfde jaren 70 als deze derde symfonie is in de matinée gegaan een paar jaar geleden. Heeft een enorme indruk gemaakt. Dionysos, een opera die recent is, heeft in het Holland Festival indruk gemaakt een paar jaar geleden. Die Erobering van Mexico moet een hele goede opera zijn. Ik heb hem nooit gehoord. Ik hoor links en rechts mensen zeggen dat is een stuk dat je nog eens moet leren kennen. Dit is James Wood. Tussen twee haakjes. De koordirigent.
die de instudering heeft verzorgd van zowel Diederik Wagenaar als Wolfgang Riem. Wat betreft de koorgedeelte. En hier komen arm in arm, hand in hand, hand over de schouder, Marco Stent en Wolfgang Riem. En zoals het hoort, laat hij Wolfgang Riem voorop gaan. Hij werkt ook in series, Inschrift 2. Dat zegt al dat het dus ook een 1 moet zijn. Dat Inschrift 2, geschreven voor 50 jaar Philharmonie in Berlijn, het gebouw, de concertzaal, heeft dus die Grolmeyer Award gewonnen. Hij heeft een serie werken geschreven, is hier nog steeds mee bezig, Versun Symphonie Vleuve. Über die Linie is ook een serie werken waar een solo viool of een solo klarinet centraal staat. Heel veel stukken die hij hergebruikt. Dan weer een pianopartij hieruit die weer in een pianoconcert terechtkomt. Bach deed het ook al, hergebruik. Als iets geslaagd is in een werk van je, dan gebruik je het heel ergens anders opnieuw. Continu bezig. Wolfgang Riem en Marco Stens in de bloemen. Zo ook James Wood en de twee vocale solisten. Anna Palimina en Miljenko Turk. Handkus van Wolfgang Riem naar het Groot Omroepkoor. En een paar leden van het Radio Viel krijgen nog een thumb-up van hem. En hij dankt het publiek, Wolfgang Riem. Hij is wel indrukwekkend. Een van de echt groten uit deze tijd. En wat hij gedaan heeft is zich in zijn jeugd afgezet tegen de strengheid van een Pierre Boulez en van zijn leermeester Karl-Heinz Stockhausen. En hij heeft gezorgd voor een nieuwe ruimte, voor een nieuwe adem, voor nieuwe melodieën in het hedendaagse componeren. En hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan en doet dat nog steeds ongelooflijk goed. Wolfgang Riem. Zometeen om 16:30 in het Matinee-café praat ik met Diederik Wagenaar, onder andere componist van de cyclus van Voor de Pauze. Een cyclus die niet voltooid is. Daar is hij nog mee bezig om die te voltooien naar dat Italiaanse gedicht. Ik spreek ook met fagottist Jos Lammersen, die bezig is met een leuk project dat een beetje een treurige titel heeft. Red de fagot. Laten we onderweg gaan met lichte tred. Dat kunnen we nu wel gebruiken naar die grote symfonie van Wolfgang Riem. Met muziek van Wolfgang Riem. Een keuze uit zijn mehrere kurze walzer.